Het lijkt wel of Bo van Erve Dorens is aangestoken door Gordon. De presentator reageert zonder enige vorm van zelfreflectie op de massale kritiek die hij heeft gekregen op zijn verschrikkelijk slechte interview met de entertainer. Hij heeft Goor volledig laten leeglopen, zonder enkel weerwoord, en dat is natuurlijk een talkshowhost onwaardig. Bo is populair, maar dit is een duidelijke smet op zijn carrière. Zijn grootste blunder. Dat hij Gordon ruim baan gaf om zijn ex-vriend een ernstige psychiatrische ziekte schizofrenie op te spelden. Hij had een broer die schizofreen was, die hij dood heeft aangetroffen in de badkamer. Toen schoot door mijn hoofd dat schizofrenie erfelijk is. Ah, chic, hij gooit er ook nog even een familietrauma in om zijn gram te halen. En Bo? Die ging daar volledig in mee en heeft daarmee het recht verspild om ooit nog vingerwijzen te doen over bijvoorbeeld de Juice-kanalen, maar dat zou een beetje verklaren waarom hij van het ene op het andere moment iemand anders werd. Critici als Angela de Jong en Evert Santegoets hebben Bo flink onder vuur genomen om zijn kritiekloze houding. Evert vindt dat de presentator gewoon prutswerk heeft afgeleverd. De reactie van Bo, die doet een Linda de molletje. Gaat vol in de aanval, kan geen kritiek verdragen en is woest op de media. Gordon wil ik graag een hart onder de riem steken, want hij sprak zich in de aflevering voor het eerst uit over de heftige nasleep van zijn verbroken verloving, zegt hij op Instagram. Bo vindt de reacties op Gordon schandalig. De manier waarop sommige mensen op die kwetsbare onthullingen menen te moeten reageren, vind ik ronduit schandalig. Zet dan gewoon je tv uit en ga wat anders kijken, in plaats van iemand de grond in trappen die een berg met schaamte heeft moeten overwinnen om een groot geheim te delen. Hij vervolgt, en wat een huiveringwekkend vooruitzicht biedt je met zo'n cynische ontvangst van Gordon's bekentenis aan andere, onbekende, wankele zielen, die zo'n pijnlijk verhaal willen delen. De Angela-achtige. Daar kotst Bo op, tja, dit pleidooi voor beschaving is aan dovemansoren oren gericht, ik weet het, en je kunt maar beter je mond houden in dit agressieve mediaklimaat, want de bloedhonden ruiken ieder spoor van verzet en weten je te vinden tot in de eindigheid. Ik zie hun repressailles met liefde tegemoet. X Bo, Schaar, vrijheid. Jeetje, 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 heeft Bo op die berg soms een tik van de skill heeft gehad? Wat is dit voor een hysterische reactie? Zelfs zijn volgers begrijpen er niets van. De mensen laten massaal hun afkeuring blijken over deze rent van Bo. Ene corrie: soms is iets ook feedback, Bo. Daar doe je iets mee of je doet er niets mee.